De ziekte van Lyme die krijg je door de beet van een teek. Door als je in het bos loopt of hoog gras, daar zit veel teek, vooral in dit seizoen. Als ze dan zich vastbijten in je huid, als er een besmette teek is, dan het speeksel van die teek, daar zit dan de besmetting in. Dat komt dan in aanraking met jouw bloed en dan word je besmet met de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is eigenlijk een heel veelzijdige ziekte. Zoals bij mij bijvoorbeeld vermoeidheid, mijn spieren doen zeer, mijn gewrichten af en toe. Dat ze gewoon echt enorm pijn doen, echt gewoon random. Hoofdpijn heb ik erbij, ik kan me niet concentreren. Soms heb ik ook heel erg last van dat ik woorden niet kan vinden. Maar andere mensen hebben bijvoorbeeld halfzijdige verlamming. Je kan ook heel veel uitslagen hebben op je huid, dat je allemaal rode vlekken krijgt. Het is eigenlijk een ziekte die zich kan voordoen als heel veel andere ziektes. Ik heb ook heel lang het label CVS gehad, chronisch vermoeidheidssyndroom. Het lijkt ook op de ALS, spierziekte. Ja, het kan zich voordoen als reuma bijvoorbeeld. Als je last hebt van je gewrichten, dan lijkt het op reuma. Dus het is heel moeilijk te vinden. En het is ook bijna nooit in bloed aan te tonen. Het is een moeilijk aan te tonen ziekte eigenlijk. Dat er een foto was wat mijn ouders hadden van zo'n kring eromheen, wat iedereen kent van de ziekte van Lyme. Daar hebben mijn ouders een foto van gemaakt. Toen zeiden ze van ja, je hebt echt Lyme. En dat was zo bizar. Dat was eindelijk dat label. Iedereen is altijd heel erg tegen labeltjes. Maar ik wilde zo graag weten wat ik had en waar ik tegen moest vechten. Dat zo verschrikkelijk onwerkelijk was eigenlijk. Er was 6 jaar lang mij verteld dat het tussen mijn oren zat. En op een gegeven moment zat het niet meer tussen mijn oren. Dus dat was zo fijn om te horen. Heel bizar. Ik denk dat ik ook ongeveer een week heb geduurd voordat ik ook echt durfde te zeggen van ja, ik heb de ziekte van Lyme. Omdat dat gewoon ja, zo lang niks is geweest. Zo lang heeft het tussen mijn oren gezeten. Dus dat was wel een heel, heel belangrijk moment.